Olivia. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, toch? Deze. Mooi. Heb je mooie jurk aan? Ja. En we zijn nog in Italië, in Positano. En we gaan lekker wat eten. Heb je honger? Ja. Heeft de buik honger? Deze buik wel. Deze buik ook. Super honger. Waar is je vader? Het is gewoon ongelooflijk dat wij eerder klaar zijn dan hij. Wij zijn altijd eerder klaar dan hem. Daar is papa. Hey. Papa is aangekleed. Ja. Spullen, sippy cup. Let's go. Wij hebben zo'n leuk tentje gevonden als jullie in Positano zijn. Het heet Casa e Bottega. Ze hebben een hondje en een hele leuke eigenaar. Oh, joepie. Olivia, zo'n hondje. It's been 3 hours, you know, resting. So now it's I give kusjes. Mijn acaibo is er. We hebben kippetjes. En Polly en Bibi hebben pannenkoekjes die ik ook ga opeten. Wij zijn gaan lopen na de lunch. Kijk hoe mooi het hier is. Bizar. En kijk, daar is onweer. En die wolken zitten zo niet ver. Oké, het komt dus echt met bakken uit de lucht. En ik ben niet scherp. Waarom staat mijn camera niet scherp? We gaan uit eten en Sander heeft Olivia gesteld. Sorry. Laat je outfit eens zien. Draai eens een mooi rondje voor mama. Oh wow. Oh wow, you're so beautiful. Sander en zij? Come, let's go. Let's go. Where's our little girl? There's our little girl. What are you doing, gorgeous? Huh? What are you up to, gorgeous? Maar dat zie je niet. Die maan, it's like crazy. Yeah, I almost thought it was going to be a proposal, but it's not for me. It goes. It's so cute. Hey guys, good morning. Het is vandaag woensdagochtend en we hebben net ontbeten. En het is best wel slecht weer vandaag. Dus we dachten we gaan even onze koffers inpakken. Kijk. It's raining. Oh, sorry, het is een beetje licht. Het heeft ook vannacht de hele nacht geregend. En ja. We gaan onze koffers inpakken, want we vliegen morgen om 2:30 weer terug naar Amsterdam. We hebben dat alvast gehad en misschien dat we later nog even naar het strand gaan of zwemmen of iets gaan doen. Ja, ik ga het zien. En we hebben ons even omgekleed. Olly heeft geslapen en nu gaan we even lunchen en weet ik niet. Waar heb je zin in? Ga je in het wagentje? Kijk, je kan hier dus ook makkelijk met je kind heen, want Olivia zit de hele dag in de speeltuin hier, op het strand. Het zijn sowieso echt allemaal dingen voor kinderen, echt heel leuk. Wij gaan weg van het strand. Bibi is de zee geweest. Mochten jullie afvragen waar Marok nat is. Het gaat toch veel te hoog? Het gaat veel te hoog. We moeten straks weer helemaal naar beneden met trappen, ook nog terug. Ons hotel is 5 minuten lopen, maar deze route is echt 40 minuten met trappen en een kinderwagen en een kind. Maar goed. What are we gonna do? Oké, we hebben ons even omgekleed. Het regent. Olly heeft een petje op. En we gaan after dinner. Kom even kijken naar de lucht. Ja. Mama, mama. Ik kom zo een beetje even naar de lucht kijken. Want de lucht is heel mooi. Ik weet niet of je het kan zien. De vlogcamera pikt dat roze nooit echt op. Dat is echt jammer. Niet? Nee. Jammer. Super jammer. Let's go. Wij zijn aan het eten hier met zo'n mooi uitzicht. Dit restaurant eet voor het eerst. Het heet Bruno. En we hebben bolletje trouwens mee op schoot. Zandtartaar als voorgerecht. En meloen met ham met Piepsje.
En heb jij ook iets? Ja, garnalen, maar iets met garnalen. Oké. Ik kan dit huis niet. Tina, zo is het. Ik ook, zo mooi. Wat wil jij eten? Ja! Ja! Olympia. Oh, dat was een leuke dag. Ik vind een wijntje af en toe wel lekker. Mijn mama vindt het wijn af en toe wel lekker. Mijn hoofdgerecht pasta met groenten. Van daar de witte vis. Olympia die ligt lekker te slapen. Bij Bibi. Good morning. Olivia heeft een puzzelspel aan het spelen. En Olivia werd om 6 uur wakker. Nou, ik ben aangekleed. En we hebben onze spullen gepakt. En we gaan naar huis. Mami! Mami! En ik heb een all white outfit aan. En ik heb een dik vest bij me voor een vliegtuig. En ik zie er zo moe uit. We hadden gisteren vrienden over uit New York. Tenminste, die hadden we niet. Die waren hier. Maar die waren bij ons hotel en daar hebben we vuurwerk mee gekeken. En Olivia Kleinenberg was om 6 uur 's ochtends wakker. Dus deze vrouw ook. Dit is echt schitterend licht. Ik heb echt zin om in Amsterdam weer een hele dikke laag make-up op mijn gezicht te knallen. Let's get into the car. Nou, we zitten in het vliegtuig. Maar deze is de hele tijd aan het jammeren. Dus ik heb niet echt heel veel. Wat is dat? Ik ben nog steeds op Schiphol, want we waren net naar huis gegaan. Zo, ik zie er gaar uit. Jezus. Sander had verkeerde koffer gepakt van dat gebeuren. Dus echt letterlijk, alles was hetzelfde in die koffer. Dezelfde dingen waren gescheurd, alles was gescheurd. Zeg maar, alle kenmerken waren hetzelfde. Wat hij meegenomen kwamen thuis achter, moest hij weer terug. Nu is hij zijn koffer aan het halen. En ik ben buiten echt gewoon wachten. Mijn moeder is thuis bij Olivia, dus dat is leuk voor haar. Ja, maar ik zit hier nog even op Schiphol te wachten. En het is donderdag en morgenochtend, morgen vrijdag. Morgen heb ik echt super vroeg alweer mijn eerste afspraak en daarna een shoot. En ik heb echt een super lange dag, dus ik moet even goed slapen. Ik heb wel echt van mijn gevoel de hele dag geslapen. Ik heb de hele vlucht geslapen. Ondanks dat Olivia een beetje lastig was. De vlucht was 2,5 uur, ik heb denk 2 uur geslapen daarvan. En ik heb 's ochtends al geslapen. Ik heb de auto naar het vliegveld geslapen. Maar ik ben nog steeds echt moe. Het is nu 9 uur. Dus als ik zo thuis ben, ben ik lekker bed in. En dan morgen weer aan de slag. Nou, daar is hij weer met zijn eigen koffer. Ik had net verteld wat er gebeurd was. Zo bizar. Nee, exact dezelfde koffer. Ja, echt crazy. Met ook zeg maar de. Had de, ik verteld. De lipjes van de ritjes op precies dezelfde manier gebroken. It happens. Never happened before. Never happened. Now we go home. Olivia naar bed brengen en dan onszelf ook naar bed brengen. Ja. Ik ga morgen mijn koffer wel uitpakken. Alleen Sanne gaat morgenochtend naar Amerika op tour. Dus moeten ze allebei meteen weer verder. Verder with life. Ja, dan had ik maar een vak moeten leren. Ja. Ik heb hier nog helemaal niet echt over gepraat. Dus. En waarom niet over gepraat op YouTube, wel op Insta. Maar ik ga deze week beginnen met het filmen van een film waar ik in speel. De film heet First Kiss en er doen allemaal andere YouTubers aan mee die ik nog niet echt ken. Dus ik ben benieuwd. Maar ook andere mensen. En hij komt volgens mij in november in de bioscoop en ik heb vrijdag de eerste filmdag. Dus ik zal ook volgende week, 2 jaar volgende week, niet deze week, ik denk dat het
Good morning guys, het is vrijdag en ik ben weer in the office, waar het lekker chaotisch is. Dus ik ga werken en ik heb over een uur een shoot voor het Basel. Oh, ik ben niet scherp. En we gaan nu even allemaal dingetjes voor de sieraden doen. Volgens mij hebben we wat nieuwe dingen binnen, dus die ga ik zo even laten zien. En ja, that's it. En we hebben eindelijk, dit is hem uiteindelijk geworden, de schelpen. Choker binnen. Dus als het goed is staat hij nu online. Misschien staat hij nog op pre-order, maar hij komt waarschijnlijk binnen een paar dagen binnen. Dus als jullie hem leuk vinden en hij nog niet uitverkocht is, dan kan je hem bestellen. We hebben er wel weinig, dus misschien is hij eigenlijk wel uitverkocht. Anders link hieronder. En deze hebben we ook weer. De Rainbow. Oorbellen, kijken. Goud met de rainbow kleurtjes. Sorry, hij stelt niet scherp. There we go. Het zijn echt mijn favoriete oorbellen. Maar die zijn ook heel snel gegaan. Dus be quick. En de hartjes hebben we nog. Die zijn wel bijna op ook, hè? Die gouden hartjes oorbellen. Ja. En we zijn met allemaal nieuwe ontwerpen bezig. Ik ben nog steeds op kantoor. Maar ik bedenk me ook dat ik even de vlog moet afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben en mij te volgen op Instagram. Dat is @queenofjetlags. Dat zou ik heel leuk vinden. En ik zie jullie woensdag weer.